Ik ben Nadine van NS5 en dit is Jessica van Bitmove. Ze hebben eigenlijk gezorgd voor de technische realisatie. Dus ik dacht, het is handig dat we het samen doen om alle technische vragen te beantwoorden zometeen. Het onderwerp gaat over agressie. Mijn vraag eigenlijk aan de jury is, zijn jullie wel eens getuige geweest van agressie op straat of van geweld? Ja? Niet bij hulpverleners. Nee, in het algemeen wel. Ja. En hebben jullie toen ook iets gedaan of ingegrepen of... Blauwe ogen gekregen. Echt waar? Maar omdat u ertussen bent gaan springen? Of, nee, gebeld. Nou, ik zal jullie eventjes meenemen in wat de probleemstelling is van dit onderwerp. De meeste Nederlanders die doen namelijk niks wanneer ze getuigen zijn van agressie. En dan voornamelijk in dit geval hebben we het gefocust op werknemers met de publieke taak. Dus dat zijn de buschauffeurs, de treinconducteurs, de politieagenten, et cetera. De oorzaak daarvan is dat mensen gewoon niet weten wat ze moeten doen. Heel vaak zeggen mensen, ja, we zijn heel erg bang en wat moeten we dan doen? Zometeen komt er een mes tevoorschijn of een geweer. Ons taak was dus, qua campagnestrategie, dat bestond uit twee delen. Eentje is de kennis. De mensen zeg maar de tools geven van wat kunnen ze dan doen wanneer ze dus getuigen zijn. Nou, dat is één, bel 112. Dus ook al sta je ergens in een hoekje, als je dat al doet, kan de politie in ieder geval ter plaatse komen. Twee is, maak foto's van de daders. En drie, zoek hulp bij omstanders. Want samen sta je sterk en kan je in ieder geval iets doen. Daarnaast wilden we de mensen activeren. Door ze emotioneel te raken, zodat ze gemotiveerd worden om deze handelingsperspectieven toe te passen. Het creatieve idee, wat eigenlijk van de gehele campagne, want dit is eigenlijk één onderdeel van de gehele campagne. We hebben er naast radio en tv ingezet. Is niets is erger dan niets doen. Want je kan beter iets doen, want dan kan je ook die mensen helpen. En zo kan je samen uit de situatie komen. We hebben dus diverse middelen ontwikkeld die de doelgroep emotioneel raken. Door de gevolgen van het niets doen te laten zien. Dat hebben we bijvoorbeeld ook in tv gedaan. Daar zie je al dat eigenlijk een man zie je dan in een rolstoel. En daar wordt dan gezegd van nou, er is dus met deze man, omdat niemand heeft ingegrepen, is er nou ja, toen en toen is hij toen in elkaar geslagen. En nou, ja, daarom zit hij nu in de rolstoel. Het is heel hard en heel confronterend. Voor het live interactieve billboard wilde het op een andere manier doen. Door mensen ook interactief dus mee te laten doen. Door ze te confronteren met hun eigen niets doen. En hun vanzelf, zeg maar. Zij zijn dan passief, zijn ze getuigen van wat er gebeurt. En worden ze dus een getuige van agressie. Dus even, ik zal het in het volgende voorbeeld even aan jullie laten zien. We zien hoe dat geconstrueerd is. Dit zijn billboards. Dus bewegende beelden die op een uitgaanscentra vertoond gaan worden. En dan zie je dus hoe ambulancepersoneel gemolesteerd wordt. Ja. En dan uiteindelijk aan het eind van het filmpje zie je jezelf staan. Op het grote scherm. Ja, 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 terwijl je eigenlijk niks doet. En dat is een beetje de kern. Okay. De kern van de boodschap ook die de overheid wil duidelijk maken. Namelijk dat ja, op het moment dat je zoiets ziet. Dus, kom in Rotterdam mensen onder andere ook. Ga foto's maken. Waren mensen getuigen van een situatie waarin hulpverleners werden geconfronteerd met agressie op straat. Je wordt eigenlijk letterlijk ongevraagd figurant van een filmpje over agressie. Want jij staat op straat, maar je ziet jezelf op het scherm in die situatie geplaatst. Want er wordt een virtuele laag over het livebeeld heen geplaatst, waarin deze scène zich afspeelt. Dus je ziet ook dat mensen eigenlijk direct dat zichzelf herkennen en zien in wat voor situatie ze zitten en de doelstelling van de campagne eigenlijk ook gelijk zien. Dat is dus nagebootst door in real-time de commercial over het live beeld heen te plaatsen. De naadloze overgang tussen de virtuele laag en de realiteit integreert mensen en het geeft ook direct de impact weer. En door de situatie zelf te ervaren is de boodschap dus direct duidelijk en blijft deze ook hangen. En de discussie wordt op straat eigenlijk direct in gang gebracht. Waarom is dit nou het beste interactieve videoconcept? Wij vinden door voorbijgangers zelf een rol te geven in deze video, laat je hen op een relevante locatie letterlijk en figuurlijk stilstaan bij de kern van het probleem. Het is niet alleen interactief, maar gelijk ook zeer relevant, direct, duidelijk, persoonlijk en impactvol.
Dat blijkt eigenlijk ook wel uit wat voorbeelden. We hebben heel veel aandacht gehad in de media. Dit is billboard bij, zoals je dus net kon zien, al bij RTL Boulevard. Een item van 2 minuten. Jammer dat we... Misschien heb je nog vragen die daarop aansluiten. Ja, wij waren ook wel een beetje benieuwd, ondanks alle zeg maar media-aandacht, over het effect ter plekke. Hebben jullie dat gemeten? Nee, dat was niet te meten. We weten wel zeg maar, het aantal passanten wat op het Rembrandtplein en op het zeg maar Rotterdam, wat daar langskomt zeg maar, in een week ongeveer. Maar we konden niet meten van hoeveel mensen hebben echt interactief gedaan. En dat hebben we eigenlijk alleen dus kunnen meten uit de discussie die het online heeft gebracht. En op Twitter en dus op YouTube en zo. En daar zijn echt discussies gegaan. Dus dat is eigenlijk het enige wat we echt... Want de mensen die langsliepen kregen een rol, maar het was eigenlijk een passieve rol. Ja, klopt. Het is een bewuste keus. Ja. Ja, omdat juist wat we zeggen, de campagnestrategie is ook niet te erger dan niets doen. Dus je confronteert de mensen ook echt met het feit dat ze zo'n situatie dan tegenkomen. Mm-hmm. En dat ze dus niets doen, omdat je vaak ook niet weet wat je moet doen. Dus aan het einde van het filmpje, wat je dus ziet op het scherm, volgt ook de handelingstips, zeg maar. Dus de 3 tips die je moet doen, zodat je dus daarna weet van oké, als ik dit nou nog een keer tegenkom, dan weet ik wat ik moet doen. En wij vonden dat redelijk kort door de bocht, het eind, om het zo maar te zeggen. Ik begrijp dat je het zo eindigt, maar... Heeft dat dan effect? Want je probeert mensen mee te nemen en aan het eind krijg ik zeg maar 3 regeltjes. Ja, het enige wat wij in dit geval doen is het gewoon meegeven en de bewustwording daarvan. En dat dit soort situaties gebeuren. En het echt het meten, ja, dat is gewoon in dit geval, het is ook een vrij nieuw medium. Iets wat we natuurlijk nieuw hebben gedaan. Je hebt bepaalde dingen die je natuurlijk wel degelijk meetbaar kunt maken. Want je hebt in de case presentatie heel duidelijk aangegeven doelstelling om dat geweld tegen te gaan. Ja. En dus de mensen erop te wijzen dat ze kunnen bellen, foto's maken, noem maar op. En dan staat er resultaten. Nou, dan zie je dus al die media-aandacht. Dan denk je van ja, de doelstelling was het geweld moet afnemen. Kun je zeggen bijvoorbeeld na die tijd van nou, er zijn meer foto's opgestuurd. Of 112 is vaker gebeld. Of dat je het op die manier misschien kunt terugkrijgen. Nee, daar hebben we nog geen cijfers van. De overheid is daar wel mee bezig. En ze weten dus wel dat het 65% van de gevallen van de werknemers op dit moment... of tenminste op het moment dat wij de briefing kregen, dat die gewoon daar last van hadden. Maar we hebben nog geen cijfers binnen van wat is nu het effect geweest. En, misschien minder is... Minder, ja. Ja. Het blijft altijd een punt op de agenda, net zoals zinloos geweld. Maar, ja, nee, dat snap ik, maar je zit natuurlijk op zo'n beperkte... Je bent maar op 2 plekken in Amsterdam en Rotterdam. En dan hoop je natuurlijk ook dat het verder zo'n vliegwiel-effect heeft door de media. Ja. Dat het ook daadwerkelijk het gedrag van een hele grote groep mensen verandert. Ja, klopt. Nee. De verandering daarin is geweest, maar we weten wel dat online heel veel discussie heeft opgepakt. Ook bij de doelgroep. We hebben dus bijvoorbeeld 400.000 hits van dumpers gehad. En als je ziet wat voor discussie er daarna ook daar gaande is, dat is gewoon heel interessant. Waarbij mensen ook, er zijn gewoon verschillende meningen ook, Die denken inderdaad van nee, ik moet niks doen, ik durf het niet of wat dan ook. En dan zijn er weer andere mensen die daarop reageren en zeggen van nou, en ik zou dit doen. En dus er wordt echt wel een hele levendige... Mensen sowieso aan het denken gezet. Ja, en we hebben natuurlijk ook die andere middelen ingezet. En daarmee hebben we gewoon 90% van de doelgroep bereikt. Dus dat weegt ook wel mee. Het is echt een extra middel om toch ook te kijken hoe we mensen meer interactief konden benaderen in de gehele campagne. Eén laatste vraagje van mij. Hoe lang duurde de campagne eigenlijk? Hoe lang hing die billboard in Amsterdam en Rotterdam? Ja, in totaal hebben we het... Even kijken, in totaal... In het weekend hebben we het gaan van donderdag tot en met zondag. Omdat dan de doelgroep daar is. En daar gebeurt dan ook heel veel. Vooral met mensen die uitgaan en jongeren en drank en dat soort dingen. En dat hebben we toen 3 weken gedaan. En dat hebben we 2 keer in een jaar gedaan. Oké, dankjewel. Nog andere vragen? Zijn wij vragen uit de zaal? Als je het zag op het scherm, zeg maar, en je wil handelen, dus je rent daar naartoe, je trekt je mes, je gaat daar naartoe, je moet er helpen. Nee, ja, dat kan niet, want het is gefaked. We hebben echt zeg maar in de studio hebben de situatie van de ambulance hebben we daar opgenomen. Dat is in dit live beeld gezet. Maar je weet dus helemaal niet waar je bent. Je ziet jezelf wel, maar je ziet ook meteen dat het nep is. Ja, ja. Dus je ziet ineens. Zo gingen doen in de lucht, zeg maar. Ja, en je staat dus bijvoorbeeld bij dat bushokje tegenover de Escape.
En je kijkt en in één keer zie je jezelf en dan zie je een ambulance aanrijden. Dus je zag wel mensen echt om hen heen kijken. Hè? Waar komt dat vandaan en waar gebeurt dat? En dan zien ze in één keer, hé, dat is dat bushokje, hé, dat klopt helemaal niet. En dan vervolgens zie je wat er gebeurt. En dan zie je dus wat er daarna komt van oké, je moet ingrijpen en dit zijn de tips. Is er 112 gebeld of zo van mensen die daar eigenlijk niet nee. Bewust waren? Nee, geen paniek geweest. Nee. Oké, dank jullie wel.